Hallo allemaal, vandaag is er iets met herdenking van Grieken en studenten en ja, wat precies weet ik niet, maar ik dacht bij Griekenland, misschien moeten we de Griekse god tekenen. Ik zat te denken dan weer aan Thor en toen dacht ik van laten we eens die hamer van Thor gaan tekenen. Teken je weer mee? Goed, de hamer van Thor. Ja, hoe ziet hij eruit? Laten we beginnen met de steel. De steel, is dat handig? Of moeten we gewoon gelijk met het rechthoek beginnen? Dat is een goeie. Laten we maar eens beginnen met het rechthoek. Tenminste, met de zijkant van de hamer. Zo. We beginnen gewoon eerst met een rechthoek. Dan zit er een schuine kant op die hamer. Zo. En perspectief is dan wel weer best wel weer lastig. Ik probeer dat wel een beetje te doen, maar ik weet niet of dat helemaal gaat lukken. Zo. Er zit hier van die inkeping op die hamer. Dat maakt het natuurlijk wel weer wat lastiger. Zo. En dan komt hier natuurlijk die steel ergens. Zo. Even zo tekenen. De steel. Hier ook weer een inkeping. En nog een vallak. Zo, en dan loopt hier zelfs nog een lijntje over die hamer heen. En zo, en hier staan allerlei mythische tekens op. Die zijkanten. Dan even gewoon zo. Dat is gewoon wat kriebels zetten. En dan heb je toch het idee van. Hé, daar zit een inscriptie op. Nou, die hamer. Het is metaal. Daar zitten, lopen er van die metalen lijnen ook nog over die hamer. Zo, en dan zit er onderaan het handvat zit er nog een dop, zeg maar. Zo. En daar ligt, zit een leren band aan. Nou, ook weer van die inscripties erin. Leren band. Onderkant. Die donkere. Dit zijn donkere vlakken, zeg maar zo. De schaduw van die steel. Zelf hamer ook nog wat schaduw geven zo. Nou, ik vind dat we zo een aardige hamer van Thor hebben. Ik zie al dat die steel die had iets hoger hier moeten aansluiten. Dan had hij mooi in het midden gezeten. Maar goed, ik zou zeggen, ga zelf eens een hamer tekenen. Mag dat hamer van Thor zijn natuurlijk, maar je kan ook een andere hamer kiezen. Pak er gewoon eentje uit de gereedschapkist. Teken die na, kan natuurlijk ook. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.